Vandaag Gerard bij een foto's met de GFX. Ik sta op die elektrische plaats, die achter. En we hebben ook Pepje mee. Zie je die in beeld? Ja, juist. Om te wennen aan drukke dingen. Hier zijn massa's geluiden dat ze niet kent. Kom, hè. Misschien wat verkeer. Hier zijn massa's geluid dat ze niet kent. Dus dat is super goed om te wennen aan drukke. Allee, echt druk is het hier wel niet. Ik zou eigenlijk ook drukke plaatsen moeten opzoeken. Maar er zijn wel veel geluiden, zoals die auto's die passeren. Van de sporen daarachter ook allerlei geluiden. Station van Gerardsbergen trouwens. Ik heb de GFX met 50mm 3.5 lens. En nog een lens op ook zie ik. Ik ga die al wegpakken. Kom Pep, want daar ligt glas. Ze hebben nog eens promoties trouwens bij Fujifilm. Dat is even, het is zeker al. Ik denk, is dat 2 jaar geleden of zo? Ja, ik denk dat 2 jaar geleden is dat ze nog promoties hadden. Ze zijn wel op de duurdere dingen. Ja, daar is ze zot van sigarettenpeuken. Ik denk, van de GFX zijn er een aantal lenzen dat je 500 euro korting krijgt. Allee, cashback, niet korting, maar cashback. Dus dat je betaalt de volle pot, maar dat je dan achteraf, een maand later of zo, kunnen dan 500 euro terugkrijgen van dat bedrag. En van de X-series? Van de X-series is het minder interessante promoties. Het is denk ik alleen op de 80mm macro, op de 60mm macro. En dan op de 50mm f1 lens, en dat was er nog op een hele dure 200mm f2. Een hele dure T-lens vermoed ik, want de korting was 1000 euro. Of cashback beter. Even ik weet niet of ik veel ga kunnen fotograferen. Zo. Ze is daar juist afgelegd. Ik had daar juist een foto gemaakt dat hier tussen mijn benen zat. Ik zal die nog delen. En dat gaat denk ik wel veel typeren van onze wandeling vandaag. Dat ze bij ons op haar gemak is. Ja, ik ga het fotograferen zelf. Ik hier stop, want het is. Het is 1 te warm en 2 kan niet en naar Pip kijken, naar gedrag in toe houden en naar fotomomenten zoeken. Dus ik ga gewoon mijn camera terugleggen hier. En de wandeling van mij zal een zeer korte aflevering zijn. Maar een keer als ze wat meer gewoon is van in de stad te wandelen, kan ik haar wel nog een keer meepakken. En nu is ze gewoon aan het genieten van de schaduw. Ze is nog van veel dingen bang eigenlijk, daar komt het op neer. En daar moet ik natuurlijk op reageren dan. Dus ik moet haar in toog houden.